Helemaal, en wat super leuk dat je kijkt naar deze onverwachte adventkalender unboxing. In mijn OPI adventkalender unboxing vertelde ik nog, nee, dit jaar voor mij geen Essie. Ik vind hem al jarenlang erg tegenvallen. Ik vind het gewoon zonde, weinig afwisseling. En wat kwam er vandaag binnen? De Essie adventkalender. Deze is mij dus opgestuurd door Essie. En ik dacht, ja, als hij er dan toch is, ga ik hem ook gewoon openmaken. Dus heel onverwachts is hier toch de Essie adventkalender unboxing van 2022. Dit jaar is de adventkalender 60 euro. En eigenlijk weet ik niet meer wat hij vorig jaar was. Vorig jaar was hij 49,95, dus hij is 10 euro duurder. Maar als ik jullie moet geloven is hij ook verbeterd, dus we gaan het proberen. En ik durf het eigenlijk al niet eens meer te zeggen, maar ik ga het toch doen. Voordat ik de video begin wil ik je vragen om even een duimpje omhoog te doen voor deze video. Zeer waarschijnlijk ga ik de inhoud ook weggeven, dus hou de video goed in de gaten. De kalender ziet er echt super schattig uit. Het is een soort Essie terrein die door de bergen rijdt. Ik krijg helemaal zin om naar Oostenrijk op vakantie te gaan. Ik ga nummer 1 zoeken en die zit hier aan deze kant. Zo, dat vakje ging veel sneller open dan dat ik had gepland. Hier zit de allereerste. Oh nee, het is weer zo'n kalender dat je het er niet uit krijgt. Daar is ze. Dit is Imported Bubbly. Echt een super mooie kleur. Een beetje een champagneachtige kleur, maar wel iets meer naar grijs toe. Dit is een kleurtje waar ik van hou. Gaat die op me? Die hou ik zelf stapel. Dat denk ik wel. Goed begin. Nummertje 2. Die zit hier. Ziet eruit als zo'n langwerpige lak. Dat is het ook. Volgens mij vallen deze bij Essie onder de minis. Maar je doet hier zo lang mee dat ik het eigenlijk geen mini vind. Dit is een Really Red kleur. De naam ken ik van vorig jaar. Maar vorig jaar riep ik ook 100 keer, oh, deze zat er vorig jaar ook in. En daarom vind ik de kalenders altijd een beetje tegenvallen. Omdat er gewoon zoveel hetzelfde in zit. Dit is het. Het is dus een rood kleurtje. Perfect voor de feestdagen. Dat is de kleur. En ja, rood heb je eigenlijk gewoon nodig. Maar ik draag het veel te weinig. Dan nummer 3. Die zit hier onderin. Kijk, dit is de eerste waarvan ik denk, ja, 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 daar gaan we alweer. Het is een all-in-one. Dus dit is waarschijnlijk een topcoat en een basecoat. Maar zeer waarschijnlijk zit er ook een topcoat en een basecoat nog eens apart in. En waarschijnlijk een nagelolie, net als elk jaar. Maar als we het hebben gehouden bij deze, dan vind ik het echt top. Dit is dus een all-in-one. Dus dat kan je er overheen doen of onder je nagellak. Net wat jij wil. Niet erg overigens dat het erin zit, hè? Want het is en blijft een nagellakkalender. En het hoort bij nagelverzorging. Dus dit, deze vind ik prima. Nummer 4. Die is hier. Is weer een groter vakje. Oh nee, dat lijkt niet op. Ja, nou ja, het lijkt wel op wat ik nu heb. Ik hou van deze kleuren. Dit is Merino Cool. Dat is hoe die heet. En dit vind ik zo mooi. Zo ziet hij eruit. En ja, ik draag deze kleur denk ik nu al weken. Die doe ik al een paar keer weer opnieuw op. Omdat ik gewoon echt een beetje obsessed ben. En deze kleur lijkt er wel een beetje op. Maar die is dan net iets meer paars. Er zit een beetje een paarse ondertoon in. Dus dat is Merino Cool. Hele mooie kleur. Hier onderin zit nummertje 5. Oh, dat vind ik ook mooi. Ik ga heel goed op witte nagellak. Maar sinds ik geen acryl meer heb, vind ik het niet zo mooi. Dit is in de kleur blank. En ja, wat kan ik nog meer zeggen over witte nagellak? Oh ja, ik zat in mijn zin te vertellen dat sinds ik dan geen acryl meer heb, zijn mijn nagels vrij kort. En ik vind wit echt zo'n kleur voor lange nagels. Met bepaalde kleuren heb ik dat. Dat ik het bij mezelf niet mooi vind op korte nagels. En dat heb ik dus eigenlijk ook bij wit. Maar nogmaals, volgens mij zat die er vorig jaar ook in. Nummertje 6. Oeh, die is heel groot. Dus ik ben heel bang voor tenenspreiders of zo. Oh nee. Het zijn geen tenenspreiders, maar hij wil er ook niet uit. Het is een gel coat, dus stapje nummer 2 wat je over je nagellak heen doet. En dan blijft hij dus langer zitten. Ik heb niet per se dat mijn nagellak langer blijft zitten, maar het maakt het wel echt heel erg mooi shiny. Dus dat is deze, echt een mega full size.
En die zat er vorig jaar ook in. Nee, grapje. Ik ga het niet de hele tijd zeggen. Maar het is wel zo. Maar tot nu toe wel 4 verschillende kleuren. En niet al 4 keer een andere tint roze. Dus dat is wel fijn. En deze is oprecht wel heel erg goed. Dus het is helemaal niet erg dat die erin zit. Nummer 7, die zit hier in het hoekje. Oh, gaat mijn eerste nagellak al. Hier hebben we de welbekende nagellak remover. Die er nooit uitkomt. Good as Gone Clarifying Nail Polish Remover. Dat is dus deze. En ik weet dat ik er elk jaar weer over zeik. Maar ik zeg er ook altijd bij, ik snap het wel. Het valt onder opvulproduct. Maar ik vind het niet erg dat dit erin zit. Want 24 vakjes alleen maar nagellak. Nou ja, nee, is niet saai eigenlijk. Want dat heb ik ook bij de OPI kalender gehad. En als je nagellak gebruikt, heb je dit wel nodig. Heb ik altijd gewoon mega flessen van de kruidvatten? Ja. Maar ja, voor het geval dat het een keer op is, hè, heb je het in huis. Nummer 8. Dit is een roze-rood kleurtje. Heel mooi. Hij heet Hot in the Head. Dit is hoe hij eruit ziet. Ik zie nu op mijn viewfinder dat hij hem best wel rood maakt. Maar het is echt een roze-achtig kleurtje. Roze-paarsachtig. Ja, ik weet niet zo goed waar ik hem onder zou plaatsen. Ik denk toch roze. Nummer 9. Die zit ook bovenin. Wat is dit? Oh, dat vind ik ook mooi. Lijkt misschien wel een beetje veel op wit. Maar dat is het niet. Dit is Press Pause. En het is een grijze kleur, I guess. Een dood kleurtje, maar dat klinkt gelijk heel negatief. Maar ik vind het eigenlijk wel een mooie kleur. Maar wel een beetje grauw, een beetje depri. Past heel goed bij me, waarschijnlijk vind ik het daarom heel erg leuk. Dat is Press Pause. Dat is die, ook mooi. Nummer 10, die zit hieronder. Dit is, oh ja hoor, de famous abrikozenolie. Ik denk dat ik dit het sufste vind wat erin kan zitten. Omdat ik het gewoon niet gebruik. Elk jaar ruik ik weer. En elk jaar ben ik dus weer vergeten of dit überhaupt ruikt. Ja, het ruikt. Het ruikt naar zeep. Naar goedkope handzeep. Dit is een abrikozenolie voor waarschijnlijk je nagelriemen of gewoon je hele nagels. I really don't know. Zit er elk jaar in en elk jaar vind ik het weer een beetje suf. En omdat hij er dan toch weer elk jaar in zit, vind ik het een beetje jammer. Volgens mij is dit al namelijk de 4e keer op rij dat ik deze openmaak. Nummer 11 zit in ieder geval hier. Oh, wat cute. Super mooi lichtroze in de kleur Not Just a Pretty Face. Die zat er vorig jaar toch ook in. Want ik ken de naam en ik vind de kleur zo mooi. Maar waarschijnlijk dekt hij nog niet eens in 9 lagen, dus heb je hier heel wat van nodig. Dit is in ieder geval Not Just a Pretty Face roze. En vorig jaar zaten hier dus ongeveer 9 verschillende tinten roze in. En dit is pas de eerste die echt zo licht is. Dus dat is goed. Nummer 12. Oh, dit is echt heel cool. Krijg ik dit eruit? Nee. Een super mooie blauwe. In de Cabana heet die. Wel iets wat ik nu op dit moment niet zou dragen. Maar wel in de zomer. Omdat ik vaak rond deze tijd gewoon niet meer die hele felle kleuren draag. Al vind ik hem ook wel iets sneeuwachtigs hebben. Nee, daar is misschien net te fel voor. Dus het lijkt wel alsof ze dit jaar eindelijk dachten, oh ja, wij zijn Essie, wij hebben zoveel mooie kleuren. Laten we er ook een keer wat in stoppen. Wat we voorgaande jaren allemaal niet deden. Nummer 13. Die hebben we hier onderin. Weer iets roods of is het een olie? Oh, het is weer een olie. Glow and Shine. Er staat niet op voor wat het is. Staat het erin? Nee, hè? Nee. Een olie. Ik denk gewoon ook weer verzorging. Glow and Shine. Of over je nagellak heen. Dat die gaat shinen. Het is in ieder geval een olietje. Word ik niet echt heel warm van. Nummertje 14. Die is hier. En ik weet niet of het nou in mijn hoofd zit. Maar hij lijkt veel langer dan de rest. Maar dat weet ik even niet. Oh ja, zie je wel. Het is zo'n expressie. En die zijn ook veel langer. Ik vind dit zo'n mooie kleur. Het is de kleur
Skate with Destiny. En het is dus van de expressielijn en het is Quick Dry Nail Color. Ondanks dat ik dit ook een heel erg zomers lenteachtig kleurtje vind, zou ik dit nu nog wel dragen. Ik vind hem echt heel erg mooi. Dus dat is deze. Zie je, ze kunnen het wel. Een beetje afwisseling in kleur. Het heeft 3 jaar geduurd, maar dan heb je ook wat. Nummer 15. Nou, dat is dan wel weer een rode kleur. Maar goed, het is wel een hele andere. Tenminste, lijkt wel heel erg op elkaar. Dit is Maki Me Happy. Nou, die zit er volgens mij ook al elk jaar in. Want mijn kat heet Maki. Die ligt daar te slapen. En elk jaar denk ik weer, oh, mijn kat heet Maki. Hoe leuk. Deze wil ik houden, want Maki. Maar nu denk ik, ja, oké. En ik vind ze toch wel echt heel erg veel op elkaar lijken. Dus dit vind ik jammer. Maar dan echt jammer. Kijk, de olie vind ik jammer, want ik gebruik het niet. Maar dit vind ik, dit had niet gehoeven. Lijken echt te erg op elkaar. Ik vind de naam wel leuk. Maki Me Happy. Hier zit nummer 16. Oh, nee, kijk, dit vind ik dan ook wel echt jammer. Want het is de zoveelste die erin zit. Dit is een gel setter. Dus dit is eigenlijk gewoon weer een topcoat. En dan een soort van kleine variant van deze. Want dit is ook voor gel. En dit, als ik het moet geloven aan de naam, ook. Dus dat is jammer. Maar goed, we kunnen ermee leven. We gaan door naar 17. Het ligt er wel nog aan hoeveel er dan komen van dat soort dingen. Ze dachten aan het eind, we knallen er toch nog even soortgelijke kleuren in. Toen ik het zo zag, dacht ik dat het fel oranje was. Maar nu ik het zo zie, is het geen fel oranje. Het is in de kleur geranium. En ik vind het geen mooie kleur. Dit zou ik niet dragen. Het is heel erg oranje-rood. Zo van, moet ik oranje zijn? Moet ik rood zijn? Dit is gewoon niet mijn kleur, maar dat is ook weer gewoon een persoonlijke smaak. Als ik dit kleurtje bijvoorbeeld zou zien bij mijn schoonzusje, dan zou ik echt denken, oh, dat is echt geweldig. Maar ja, het is gewoon niet mijn kleurtje. Dus dat is geranium. Het zijn allemaal Engelse namen, dus zeg je dan geranium. Misschien is het helemaal geen geranium. Geranium. Dat is dus die. Vind ik niet geweldig. Nummertje 18. Dit is, oh, Mademoiselle. Volgens mij zit die er ook altijd in. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar toch zeg ik het telkens weer. Dit is Mademoiselle en dit is ook een lakje die niet dekt. Dus niet denken, oh, je krijgt een mooi roze kleurtje. Lijkt het te veel op elkaar? Nee, dit vind ik nog wel een groot verschil. Nou, dat leek omdat ik het zag op de viewfinder. Als ik het zo in het echt zie, denk ik, oei, komt wel heel dicht bij elkaar in de buurt. Maar oké, dat was 18. Dan gaan we naar nummer 19. Oeh, ziet er wel heel mooi uit. Waar is mijn schaar? Dit is Bordeaux. Ja, hoe kan het ook anders? Het is een Bordeaux rode kleur. Ik ga niet zeggen wat ik wil zeggen, maar jullie kunnen allemaal wel een beetje gokken wat ik nu zou willen zeggen. Dit is hoe die eruit ziet. Dit vind ik wel heel erg mooi. Zowel als de herfst als voor de kerst. En nu heb ik zin om deze op te doen. Echt heel erg mooi. En dan vind ik rood niet erg, want het is totaal anders dan die andere twee. Omdat er echt een mega verschil in zit. Nummer 20. Wow. Oh, dit is cool. Oh, dit vind ik heel leuk. Wel heel zomers, maar ik vind het echt een hele toffe kleur. Summer Solstice. Geen idee. Summer Solstice. Dit is de naam. Ik Summer Solstice. En dit is de kleur. Ik vind dit echt zo leuk. Ik hou ervan. Nou ja, dat zeg ik wel. Maar volgens mij heb ik echt nog nooit een gele nagellak gehad. Wel 1 keer vroeger op mijn tenen. Maar toen leek het op kalknagels. Dus toen heb ik eigenlijk de gele nagellak gewoon vermeden voor de rest van mijn leven. Maar nu ik het weer zie, denk ik, oeh, ik vind dit heel erg leuk. Het is ook niet echt een kalknagelkleur. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Nummer 21. Die is hier. Oeh, mooi. Oh, ik maak allemaal andere dingen open. Oh, dat was al open. Dit is For the Twill of It. En dit is echt, hier hou ik van. Dit is zo'n nagellak die in elk licht weer een andere kleur heeft. Je ziet echt paars, groen, zilver, klein beetje blauw. Het is echt heel erg mooi. Kijk, zo lijkt hij weer meer groen.
Echt, I love it. Dit vind ik zo mooi altijd. Mijn favoriete lakje van Essie is Sweater Weather. En die heeft dat dus ook, dat die in elk licht een beetje anders is. Dus dat vind ik echt een heel mooi kleurtje. Dan hebben we hier vakje nummer 22. Het is weer een roosachtig tintje. Ja, zie, het eerste waar ik aan denk is weer, dat lijkt zo ontzettend veel op elkaar. Dit is Watermelon. Ik ga het niet zeggen, ik ga het niet zeggen. Zo ziet hij eruit. En ik vind dit ook weer te veel op elkaar lijken. Ik wil niet zeggen dat ik het een lelijke kleur vind, maar ik vind het gewoon net aan een beetje jammer. Maar goed, het zijn er wel maar 2 en niet 6. Net als vorig jaar en het jaar daarvoor. Nummer 23. Was dit dan 23? Want ik kan hem net... Oh, jawel. Hij is gewoon hier. Daar is hij. Oh, dit is ook mooi. Dit is Aruba Blue. En dit is wel heel belangrijk om er een base coat onder te dragen. Want dit gaat je nagels 100% verkleuren. Want dat heb ik altijd bij blauw. Ik vind het een van de gaafste kleuren die je op kan doen. Maar een van de verschrikkelijkste om eraf te halen. Dus een base coat onder deze. Daar raad ik heel erg aan. Dit is dus Aruba Blue. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik deze echt prachtig vind. 100% zeker dat als je deze keer draagt, dat sowieso iemand gaat vragen wat voor kleur het is. I love it. Ik vind hem heel erg mooi. Nu wil ik deze opdoen. En dan gaan we naar het allerlaatste vakje. 24. Als ik dan mag gokken, dan is het er zo eentje. Zo'n gedraaide. Maar dan een kleur. En als het rood is, dan ga ik huilen. Nee! Oh, al dat nepsneeuw wat in deze kalender zat. Sorry Essie, maar je bent een klein beetje voorspelbaar. Dit is A Lady in Red. En het is een rode nagellak. Ja, meer kan ik er niet van maken. Het is een rode nagellak. Wel een heerlijke full size. En het is dus de stap 1 van de gel nagellak. Dus deze gecombineerd met deze belooft dat het heel lang blijft zitten. Dus dat is het allerlaatste vakje van deze Essie Adventkalender 2022. Deze is leeg. Even goed zitten voor mijn eindconclusie. Zijn we er klaar voor? Ik denk dat ik dit de leukste inhoud vind tot nu toe. De afwisseling had van mij nog wel net wat beter gekund. We hebben 3 roodtinten die erg op elkaar lijken en eentje die er wel buiten valt. Deze 2 lijken ontzettend veel op elkaar en deze 2 lijken ook toch wel heel veel op elkaar. En ik denk als er een van deze of een van deze een vet mooie glitternagellak was geweest, dat ik eigenlijk niks te klagen had over deze adventkalender. Dit aan olieachtige base en topcoats vind ik ook echt net te veel. Maar dit is iets wat elk jaar weer terugkeert. Dus er zullen genoeg mensen zijn die het wel super vinden en die hier geen problemen in zien. Persoonlijk denk ik als je die all in one doet, deze en dan 1 olietje, dat het prima is. Dan kan je er dus 2 weghalen. En dan kan je hiervoor ook iets anders doen. 1 nadeel vind ik wel dat er weer heel veel in zit wat we al eerder gezien hebben. Essie heeft weet ik niet hoeveel verschillende kleuren. Waarom moet er dan zo vaak een herhaling in zitten? Dus ja, dat is een beetje mijn eindconclusie. Ik hang een beetje in het midden. Maar voor 60 euro denk ik dat die je dit jaar wel het geld waard is. Ik ben heel benieuwd wat jouw mening is over deze adventkalender. Op deze 2 lakjes na ga ik de volledige inhoud van deze adventkalender weggeven. En als je mijn adventkalenders vaker hebt gezien, dan weet je dat ik ergens in de video woorden en of emojis heb verstopt. Daarmee laat je even een comment achter op een unieke manier. Dus niet het woord is of de emoji is. Gewoon even een leuke comment achterlaten. En wie weet win jij dan deze inhoud. En als je dan nog geen duimpje omhoog hebt gedaan voor deze video, wil ik je vragen om dat nu nog even te doen. Als je dan nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan zeker. En tot de volgende video. Doei doei!